zeker. Een hele goede morgen, een nieuwe video en vandaag ga ik binnen 24 uur naar het buitenland en weer terug. En ik zie jullie al denken, hoe ga je dat doen? Nou, ik ben door Coca-Cola gevraagd of ik naar het WK wilde kijken. Het is trouwens geen betaalde video of gesponsorde video. Coca-Cola vroeg mij gewoon mee, omdat ik het leuk zou kunnen vinden. En ik vind het heel leuk, ik ben vandaag met mijn zusje. Hey! En we gaan vandaag dus naar het vrouwenvoetbal kijken in Frankrijk. We gaan met een bus. Er gaan in totaal 23 bussen achter elkaar. En het is nu 6 uur, 10 over 6. Ja, het is echt super vroeg. Maar we gaan dus straks naar de Coca-Cola bus. Dan krijgen we een ontbijtje, krijgen we lunch, maken we een tussenstop. En dan gaan we dus naar Frankrijk. En dan zijn we s'avonds rond een uur of 11, 12 zijn we weer terug. Dus ik dacht, dit is een mooie challenge. Binnen 24 uur naar het buitenland en weer terug. En als je trouwens denkt dat dit een hele leuke video wordt, doe even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal, want ik ga weer heel veel toffe video's maken. En als je dat wil zien, klik op de abonneerknop. Oké, daar lopen we dan. Het is super vroeg. We hebben geparkeerd in een of ander bos. En dan gaan we nu lopen naar de bus. Maar het regent hard, niet normaal. Maar we hebben een lekker parapluutje, dus het komt helemaal goed. En ik heb niks oranjes. Kijk, Isa heeft een oranje sweater aan. En ik, wacht, blijf zo staan, blijf zo staan. Ik heb alleen dit om mijn schoenen. Dus, nou ja, daar gaan we het mee doen. Ik ben benieuwd. We zitten in de bus hoor, hey. En we hebben ons ontbijtje ontvangen. Kijk eens hoe gezond dit eruit ziet. Chia zaad met rood fruit en nog wat. Best lekker. De eerste stop, dat is in Breda. En we zijn in het stadion van NAC Breda. Het is wel iets minder dan het stadion in Amsterdam. Oké, we zijn het stadion uitgelopen, maar kijk. Hier heb je dus alle bussen. Let op. Dit is dan onze bus. Maar hier van deze bus heb je er dus 23. En ze staan allemaal opgesteld. Kijk eens, wat een bussen jongens. En wat een mensen ook. Ik denk dat er zo'n 1000 of 2000 mensen bij zijn. We zitten weer in de bus. En kijk eens, we hebben een mooi oranje sweatertje aan. Hey. Dus nu horen we er ook nog bij. Helemaal top. Toppie. En we zijn weer bij het volgende gerechtje hoor. Wat is het? Appeltaart in stukjes of zo. Ben benieuwd. Hij noemde het een uit elkaar getrokken appeltaart. Oh, het is wel heel zoet. Eet smakelijk, hè? Nou, hoppakee, nog een maaltijd. Nu dus mijn eetvideo, maar we zijn echt onderweg naar Frankrijk. We zijn nu in België. En we staan in de file, dus het duurt nog eventjes. Ja. We zijn in Frankrijk. Bijna. We rijden volgens mij nu het stadje in, waar het is. En al die polities die zorgen ervoor dat alle bussen achter elkaar kunnen blijven rijden. Nou, het zonnetje schijnt. We hebben er zin in. Hebben we er zin in? Ja, zeker. Ja, dankjewel. Ja hoor, we zijn aangekomen in Frankrijk. Hey. Helemaal toeristen zo met Fanny Packy. Maar we hebben er zin in. Ik heb geen idee, maar het is zo druk hier met mensen. Het is niet normaal. Alles is oranje. Het is echt alsof het Koninginnedag in Frankrijk is. Even influencer. Even influencer.
Ik zeg net, het zijn net influencers. Ben je er ook op? Hey, ik zeg, het is net koningin. Ben jij YouTuber? Ja, ook. Vet cool. Cool, hè? Wil je wat zeggen? Nee. Oh. Nou, dan niet. Oké, dit is een hele chaotische video, maar dat komt omdat het heel druk is en heel veel... Ja, ik weet eigenlijk ook niet precies wat we gaan doen. Ja, we gaan natuurlijk een wedstrijd kijken, maar wat, hoe en waar en wanneer, dat weet ik ook niet helemaal. Maar... Het doel van de video, dat was binnen 24 uur naar het buitenland en terug. En we zijn dus nu in het buitenland, dus we moeten alleen nog terug vanavond. Als dat lukt, is de video geslaagd. Daar gaan we dan, met de fanwalk mee. Kijk eens. Dus moet Pieter Maat helemaal alleen? Nou, dit is leuk hoor. Het wordt straks... Het is bloedheet, lekker zwettertje uit, maar we zijn bij het stadion aangekomen. Kijk eens. En het is een gekke huis hier, niet normaal. Dan gaan ze weer, hoor. Ja, dit is met een stadion hoor, hier gaan wat mensen in. Als jullie weten hoeveel mensen hierin gaan, laat het weten in de comments. De winnaar die krijgt... Oké, ik ga een winactie doen. Degene die raadt hoeveel mensen in het stadion kunnen, in de comments, daar kies ik een winnaar uit en die krijgt dit dingetje en deze sweater die ik net aan had. Dat vind ik een goede winactie. Kijk deze rij om naar binnen te gaan jongens. Ongelooflijk. En hier is de ingang voor ons. En dit is ons groepje. En we willen eigenlijk met z'n allen niet in de rij staan. We gaan nu over het hek. En deze man zou het fixen, maar ja, ik weet het niet. Dit is hem dan. Ik ben de ringbaan. En we zijn bijna binnen. Heb je er zin in? Ja. Jij, kijk, jij kan zo awkward kijken, jongen. Het is ongelooflijk. Mijn hele leven is awkward. Dit zie je niet. Jawel, zeg maar. Ja. Na lang wachten zijn we eindelijk binnen. Tenminste, bijna. Bijna kunnen we het wel zien. Nee. Het werd tijd, godsamme. Maar we zijn er. Wat een oranje fans. Ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn leven. En van al dat schreeuwen, jongens, ben ik nu al bijna mijn stem kwijt. Gaan lopen. Oh, daar zijn we, jongens. Nou, we lopen in het stadion en wat een drukte, jongens. Wow. Ja, we gaan beginnen. Dit is super tof. Gewoon de eerste vrouwenvoetbalwedstrijd die ik ga kijken. Ik denk 3-1 voor Nederland. Jij? 4-1. Volleybal. Oh, volleybal. Ja. Vinden we ervan? Fantastisch! Zo, dat is zin.
Wat vinden we van de... Oh, hi. Oh ja, stroop maar. Dat vond ik jouw stadion. Wat ja, vinden we van de... Oh, wat doe je? Wat vinden we van de wedstrijd? Nou, het is meer rollenbollen en worstelen dan ik voetbal heb gezien. En het staat 0-0. En wat gaat het worden? 18-3. 18-3? Ja, voor Nederland. Zijn we het daarmee eens? Nou ja, als dat... Nee, ik niet. Oh. Nee, geen 18-3. Er is al een gele kaart gevallen. Oh. Oh, er is al een gele kaart gevallen. Maar ze heeft hem weer opgepakt. Oh ja. Die moest in een boszakje. Oh ja, die moet weer terug in een boszakje. Ben ik even 1 minuut naar het toilet, scoort Nederland. Kom ik terug, scoort Cameroen. Hoe is het nou mogelijk? Het staat 1-1. Zo, de wedstrijd zit erop. 3-1 gewonnen. Echt helemaal top. En nu gaan we weer terug naar de bus en gaan we daarna naar een afterparty met diner. Alleen we zoeken nu onze bus en dat is bus 12. En er zijn iets van 25 bussen, 23. Dus het wordt even zoeken. We zijn aangekomen op de plek van de afterparty en het is druk. Met alle bussen zijn hier volgens mij. Daar gaan we. Ik ben wel benieuwd of we weer op tijd in Nederland zijn. Ze zeiden dat we 12 uur precies weer in Nederland zouden zijn, dus ik ben heel benieuwd. En anders moet ik deze challenge opnieuw doen en dan ga ik buiten Europa. Ja hoor, de afterparty. Kijk eens. Ik heb een nieuwe prank, mijn prank over is echt sneller. Ik ga weer van jullie laten horen. Enjoy. Nice. Als mijn diva, pull up, pak een poeder weg. Ik denk aan jou, kan niet bellen. Nee, dat is mijn nummer 1, 2, breng je naar de Champs-Élysées. Nee, dan heb ik jou voor die. Hey, en ik heb een zijn. Ze zeggen niemand is perfect. Maar dat was als ik kijk naar mijn baby. Oké, het is bijna 10:30 en we zijn net over de grens, even een tussenstop aan het maken. En ik moet vertellen dat dit een hele andere soort video is geworden dan eigenlijk de challenge binnen 24 uur naar het buitenland en weer terug. Maar het is wel gelukt. Maar dit was meer gewoon een gezelligheidsvideo. We zijn naar het WK geweest, heel veel gelachen, heel veel leuke dingen meegemaakt. Ik heb nog nooit zo'n heftige Nederlandse groep meegemaakt die naar het WK ging. Maar het was gezellig. Jongens, thanks voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je snel bij de volgende video. Ciao.